Danielle, van harte gefeliciteerd met de wedstrijd. Wat een overwinning, hè? Ja, ik denk vooral de eerste helft was heel erg leuk om te zien. Heel goed voetbal laten zien. Tweede helft wat minder. Maar overal, ik ben erg tevreden. Dan scoor je de 4 keer. Ja, wat doet dat met jou? Hoe is dat? Ja, dat vind ik ook een beetje onwerkelijk. Komt niet vaak voor. Ik ben heel erg trots en heel erg tevreden. Maar ik moet zeggen, als we niet zo met team hadden gevoetbald, had ik er nooit 4 kunnen scoren. Dus ik vind het echt een teamprestatie. En dat ik er 4 in tik, dat vind ik eigenlijk nog niet eens zo geweldig van. Hoe ging de wedstrijd verder in jouw beleving? Ja, zoals ik al zei, de eerste helft ben ik enorm trots op het team. Ik denk dat we daar vooral hun hebben weggetikt en vertrouwen uit de wedstrijd voor hun hebben gehaald. Tweede helft vind ik wel dat het gewoon beter moet en dat we gewoon niet goed genoeg beginnen, waardoor we niet meer echt heel erg in de wedstrijd komen. Ja. Vooral de eerste helft, dan hebben we eigenlijk het oude gebruikelijke Nederland weer gezien. Hoe goed was dat? Ja, ik vond het heel erg goed. We hadden eerlijk gezegd ook wel een iets betere tegenstander verwacht. Dan moet ik zeggen, denk ik dat de eerste goal heel snel valt. Dus ik denk dat het ook mentaal voor hun wel iets doet. Maar ja, we hebben gewoon goed gevoetbald. En ik denk dat we er ook wel een keer trots op mogen zijn. En welke vond je eigenlijk de mooiste goals? Pik er maar eentje uit. Hoe ging dat? Je hebt er zoveel gemaakt. Ik ben altijd wel heel erg slecht in dingen herinneren van de wedstrijd ook, hoor. Ik kan niet echt kiezen. Ik vond de teamprestatie gewoon een mooie staat. Kwam het ook door de ruimte die je kreeg? Hoe was de tegenstander? Viel dat mee? Viel dat tegen? Ja, ik vond dat ze ons erg veel ruimte gaven. En misschien waren ze ook wel gewoon te laat of zo soms. Maar zoals Viv, die kon ook heel veel inzakken en gewoon het eigenlijk spelletje verleggen. En ik denk dat Viv daar vooral een keyspeler is geweest vandaag voor ons. Echt helemaal ermee eens. De nummer 10 positie voor jou, jij vulde hem wel heel creatief in. Hè? Je liep steeds mee, dan weer aan de zijkanten. Was dat ook de bedoeling of is dat gevoelsmatig zoals je dat in de wedstrijd doet? Ik krijg wel een onbevangen vrije rol. Maar ik ben best wel een loper en een creatieve speelster. Dus ik denk dat dit wel een beetje mijn soort wedstrijd is. Ja. Wat was het moeilijkste van de wedstrijd, vond je? Eigenlijk gewoon het niveau doorzetten in de tweede helft. Ik denk dat we dat nog moeten leren. Nou, ik denk een goede oefenwedstrijd en ook afgelopen vrijdag natuurlijk tegen Mexico. Straks 1 juni Australië. Wat kunnen we er verder van verwachten de komende tijd? Ik hoop dat we deze lijn vooral door kunnen zetten. En dat we gewoon positief naar het volgende kamp in moeten gaan. En eerst weer op de club, iedereen fit blijven en dat maar eens afmaken. Ja. En dan op naar het WK, hè? Ja, ik heb er zin in. Jullie ook? Zeker weten. Zijn erbij. Ja, mooi. Hartstikke bedankt en nogmaals gefeliciteerd met die prachtige aantal doelpunten en overwinning. Dank u wel.